Oké, geef mij eens even eerlijk toe. Hoe vaak heb je nou een probleem met dat standaardkastje van je provider? Je weet wel, dat hele mooie zwarte box wat bijvoorbeeld in je meterkast staat, of die grote witte koelkast die eventueel in je woonkamer staat. Zeg het eens even, hoe vaak heb jij daar nou problemen mee? Wat nou als ik je vertel dat het vanaf volgend jaar mogelijk is om gewoon een compleet eigen router aan de verbinding aan te knallen? Maar ja, hoe zit het nou precies en hoe kan het nou allemaal? Ik vertel je even alles hierover in deze video, want dit is wel even handig om te weten. Yo, dit is Marco van TechTime en super vet dat je kijkt in deze video. Ik ben zo ontzettend excited over wat de komende tijd gaat gebeuren. Maar zo gezegd, de komende tijd moeten providers verplicht hun netwerk gaan openstellen voor je eigen routers. Dus ben je eindelijk van die Xperia boxen af of van die Ziggo kastjes en mag je compleet zelf iets gaan verzinnen wat je daar allemaal gaat inrichten. Oké, je kan wel eens nog zelf gebruik blijven maken van die kastjes van de providers, maar misschien heb je iets compleet anders in gedachten. Misschien wil je bijvoorbeeld een compleet netwerk gaan opbouwen met een bepaald ecosysteem. Of je wilt iets hebben wat nou echt veel meer functies heeft of gewoon veel sneller wifi, zonder dat je in één keer extra kastjes nodig gaat hebben. Dat gaat allemaal gebeuren en voordat we eigenlijk gaan starten, heb je deze video trouwens al een duimpje omhoog gegeven? Doe het eens eventjes. Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Doe het dan ook zeker. En vertel mij even in de reacties bij welke provider jij momenteel zit. Oké, laten we eens even hebben over de huidige situatie. Stel, jij hebt dus een eigen woning of je bent bijvoorbeeld bij je ouders of je woont ergens, weet ik veel wel wat. En je bent dus op zoek naar een netwerkverbinding. Nou, dan ga je bijvoorbeeld aankloppen bij de wat grotere providers die dat voor jou mogelijk kunnen maken. Op het moment dat jij dus een abonnementje hebt afgesloten, krijg je dan ook zo'n standaard wifi kastje. Dat kan van verschillende fabrikanten zijn, maar dat zijn juist de routers die providers zelf hebben aangewezen. Dus zeg eens van, dit zijn de kastjes die wij ondersteunen, dit is wat je moet gebruiken, veel succes ermee. Ik ben hier momenteel klant van T-Mobile thuis en ik woon hier in dit huis zo pak een beetje 2 à 3 jaar. Toen die tijd kreeg ik een router met 802.11 en wifi. En even ter goede orde, dat is een wifi standaard die best wel oud is. Maar ik dacht van ja weet, het is alweer een paar jaar geleden AC wifi, wat lekker snel is, was toen de standaard en nu zitten we inmiddels op AX. Waarom moet ik een outdated kastje gaan gebruiken? Nou, toen had ik gelijk al de gedachte van, ik liet gewoon lekker die oude router eruit en ik plaats gewoon een eigen routertje er neer. En ik heb nu de volle functionaliteit zonder dat er een extra kastje tussen hoeft. Maar dat werd niet officieel ondersteund en ik kreeg zelfs nog telefoontjes van de provider dat ze niet heel erg happy ermee waren. Maar dat gaat dus allemaal veranderen. Volgend jaar is dus mogelijk dat jij dus een eigen kastje kan plaatsen in jouw meterkast. En op dit moment is er maar één provider in Nederland die je ook echt stap voor stap vertelt hoe je dat kan doen. En dat is KPN. Heb jij een KPN-verbinding thuis? Dan kan jij eventueel, als je dat wil, al een eigen router gaan gebruiken. Ben je nou een klant van Ziggo? Dan wens ik je heel veel succes ermee. Want Ziggo heeft echt de deur dichtgehouden. Zij hebben gezegd van, joh, hey, luister, hartstikke leuk dat al die klanten zelf een eigen apparatuur gaan aansluiten. Maar onze eigen wifi-boxjes, dat is eigenlijk het laatste punt. Dus dat wil als het ware zeggen dat naar het huis toe heb je bijvoorbeeld dus die kabel lopen. En die kabel komt ergens terecht in de muur. En die muur heeft dan weer zo'n uitgang en die sluit je dan aan op zo'n wit kastje van Ziggo. Maar ja, de ACM die heeft eigenlijk gezegd, joh, luister eens even Ziggo, dat is hier niet de bedoeling. De bedoeling is eigenlijk dat verbinding tussen de muur en dat kastje eigenlijk al opengezet gaat worden. En volgend jaar gaat het toch wel gebeuren dat ze dat moeten doen. Dan is de vraag, wat voor kastje zou je dan bijvoorbeeld kunnen nemen? Je hebt op dit moment ontzettend veel verschillende routers op de markt. Maar je moet natuurlijk ook voor jezelf gaan kijken, wat wil ik nou hebben? Je hebt bijvoorbeeld hele mooie kleine minimalistische kastjes met bijvoorbeeld alleen een schermpje bijvoorbeeld aan de voorkant, die eigenlijk haast onopvallend is. Maar je hebt bijvoorbeeld ook die super luxe routers van een paar honderd euro die echt zo ontzettend veel functies hebben. Je hebt bijvoorbeeld ook nog geen speciale gaming routers als je dat wil. Als je nou een diehard gamer bent en daar volle prioriteit aan wil geven. Maar je hebt ook nog eens routers die ook heel gebruiksvriendelijk in gebruik zijn. Maar ja, toen klopte AVM even bij mij aan van, joh Marco, wij hebben hier iets. Dit hier is namelijk de Fritzbox 6660. Dit moet als het ware het kastje zijn die ze gaan gebruiken op het Ziggo-netwerk. Dat is dan ook zeker te zien. En je hebt namelijk aan de achterkant heb je dus bijvoorbeeld al 5 keer een Ethernet-poort, waarvan eentje 2,5 gig is. Maar je hebt ook nog eens een kabelaansluiting. Dus dat houdt in dat die poort in de muur van bijvoorbeeld Ziggo,
die kan je zo in één keer doortrekken naar deze router zodra het mogelijk is. En dan heb je dat hele lelijke witte kastje niet meer nodig. Een groot voordeel hiermee is dat deze router niet alleen wifi 6 ondersteunt, maar ook nog eens ontzettend gebruiksvriendelijk is. Het instellen is super makkelijk en qua functies is het ook vele malen groter dan die standaard functies van de providers. De Fritzbox 6660 heeft bijvoorbeeld wifi AX, oftewel wifi 6 ondersteuning, en dat is ook nog eens lekker snel. Niet alleen is het ook snel, maar ook qua bereik is het ook een stuk beter dan die standaard kastjes van de providers. Het instellen hiervan zal ook ontzettend makkelijk gaan. Klik gewoon even op Ziggo, klik op volgen en alle instellingen worden dan ook automatisch ingesteld. Je hoeft eigenlijk vrijwel niks anders meer te gaan doen. Ook nog een ander puntje hiermee is dat de provider ook niet zo snel meer kan kijken in jouw eigen router. Ik kreeg toen de tijd, toen ik hier net mijn verbinding had, kreeg ik al telefoontjes van joh, waarom heb jij nog geen verbinding actief? Nou, die verbinding was gewoon wel al actief, maar ik had mijn eigen router op aangesloten. En toen zaten ze al van ja, maar dat kunnen we niet uitlezen. En ik zat van, waarom wil jij mijn data gaan uitlezen? Waarom wil jij weten wat de status van mijn router is? Dat boeit je helemaal niks. Ik weet zelf wel hoe netwerkbeheer werkt. Waarom wil de provider nou precies weten hoe ik het heb ingesteld? Ik snap het op zich wel. Speciaal voor support. Of bijvoorbeeld gewoon voor helpdesk. Dat snel kunnen geholpen worden. Dat ze op afstand al die instellingen kunnen aanpassen. Maar is dat ook iets wat je zelf wilt? Ben je nou bijvoorbeeld een klant van T-Mobile thuis, dan is het ook zeker mogelijk om een eigen router op aan te sluiten. En ja, dat heb ik ook gedaan. Maar zitten verder geen nadelen aan dit alles? Nou, dat dan weer wel. In dit geval is het zo dat de support vanuit de provider dan ook een stuk minder is. Stel je hebt dus bijvoorbeeld niet het standaard kastje, wat je dan nog steeds wel kan hebben. Dan kunnen ze gewoon zeggen van, joh, weet je, je hebt voor deze router gekozen. Dan weet je ook wat het heeft. Ik wens je heel veel succes ermee. Dan kunnen ze als het ware gewoon de support ook weigeren. En ook nog eens, stel je hebt bijvoorbeeld jouw router compleet verkeerd ingesteld en je weet ook niet hoe je het precies hebt gedaan, maar je provider die ziet dat er een soort van storing is in die regio en jij bent een veroorzaker, kap schoon je verbinding af. En probeer dan nog maar eens even weer verbinding te krijgen, want dan gaan ze wel even iets moeilijker over doen. Ben je nou niet zo heel technisch, maak je nou geen zorgen. Ik heb namelijk al begrepen van AVM dat het profiel van Ziggo ook hier ingezet wordt op een moment dat de markt open is. Dus het is gewoon een kwestie van kabeltje erin prikken, Ziggo aanklikken, volgende, volgende, volgende en you're ready to go. Dus even heel kort onder de streep, binnenkort is het mogelijk om je eigen router aan te sluiten op het netwerk van de provider, zonder dat er een kastje tussen hoeft te gaan zitten. Ik juich dit alleen maar toe, ik ben er super blij mee en ik kan echt niet wachten totdat het ook echt compleet landelijk is doorgevoerd. Dus dan is mijn vraag eigenlijk aan jou. Ga jij zelf switchen van router? Of heb je zoiets van, joh, het werkt gewoon prima voor mij. Ik laat gewoon lekker hoe het is. Ik hoef geen extra functies erbij te hebben. Het is voor mij al voldoende. Laat me even weten in de reactie beneden. En als deze video nog geen duimpje omhoog hebt gegeven, dan vraag me af waarom je dat nog niet hebt gedaan. Doe dat vooral even zeker. Smash ook even op die duimpje omhoog. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent. En zet ook zeker dat belletje aan. Want check dit maar even. We zijn hard op weg naar die 30.000 en het zou tof zijn als we dat dit jaar nog gaan halen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video en ik check je bij de volgende. Zoals altijd zeg ik weer, tot ziens!